Hallo allemaal, mijn naam is Kjeld. Leuk dat jullie kijken en luisteren naar de nabeschouwing en analyse van de Johan Cruijffschaal tussen Ajax en PSV. Wat een geweldige wedstrijd was met nieuwe spelers en arbitrale dwalingen. Ajax begon zeer sterk, met name door het aanspelpunt. De Jong zo fel op de huid te zitten dat hij steeds de bal inleverde, maakte dat PSV gedwongen was om via positiespel te gaan spelen. Het tekent wel het geduld en de veerkracht van PSV dat op het moment dat de mogelijkheid zich voordeed, ze ook gelijk doeltreffend waren. Het spel van Ajax vond ik wat completer. Man uitspelen over links, man uitspelen over rechts en de centrale opbouw. En ook zonder bal en een betere veldbezetting. Het verschil is naar mijn mening uiteindelijk gemaakt door de goed uitspelende acties van PSV. En door veel balverlies van Ajax waar gevaarlijke situaties uitstonden. Ik vond PSV over de gehele wedstrijd gezien beter en effectiever. Vooral op links werd PSV geregeld gevaarlijk met Max en Gakpo, met de hoge voorzetten van Gakpo dan op Theo Rensch. Had wel wat beter het rechterbeen van Gakpo moeten afdekken en feller op moeten zitten bij beide voorzetten waar twee doelpunten uitkwamen van Theo. Ajax heeft wel wat problemen met de lengte achterin. Wijnaldum werd vorig jaar al continu geklopt in de lucht. Ook de middenvelders van Ajax zijn ook klein om corners en spelervattingen te verdedigen. Bij Gorter had ik het gevoel dat hij nog iets te gespannen onder de lat stond. Ik blijf de rare keuze vinden dat Schreuder hem onder de lat heeft gezet in plaats van Pasveer, die gewoon veel meer rust uitstraalt en dat tegelijkertijd ook een beetje meegeeft aan defensie. Ik snap dat je Gorter vertrouwen wilt geven, maar als je zijn positie zag bij de 2-4 van PSV, was dat niet ideaal dat hij zo ver voor de doellijn stond. Naast dat het achterin aan de kant van Ajax kwetsbaar was, heeft PSV vooral in de eerste fase van de wedstrijd ook heel veel slordigheden gekend. Vooral Hoever in de 1 tegen 1 met Bergwijn was hij echt makkelijk te kloppen. In de passing was hij ook zeer slordig. Wijndal was in aanvallend opzicht heel belangrijk voor Ajax. Bij de 1-0 gaf hij de assist op Bergwijn en maakte daarna de beslissing om voor de overlap te zorgen. En bij de 2-2 door breed en hoger op het veld te staan dan Bergwijn, wat ervoor zorgde dat Hoever de keuze maakte om in te stappen op Bergwijn, waardoor er voor Wijndal heel veel ruimte lag om richting de 16 te gaan en uiteindelijk de voorzet te geven over de grond naar Anthony. Voor de doelpunten van Til was hij heel erg onzichtbaar, maar verder heeft hij echt prima loopactie, zocht de ruimte in de verdediging van Ajax. Het is een jongen nog met scorend vermogen en die vaak in de 16 komt. In de 76e minuut werd Bessie met rood van het veld gestuurd nadat Higler het moment had bekeken op aanraden van de VAR. Het was in mijn ogen terecht dat Bessie rood kreeg. Hij had de intentie om voor de bal te gaan, maar kwam simpelweg gewoon te laat. Die rode kaart die Ajax kreeg, had eerder in de wedstrijd ook moeten worden gegeven aan Alvarez, die met zijn elleboog het hoofd van Til raakte. Het viel mij ook op dat de PSV als team meer ingespeeld op elkaar is. Dat is natuurlijk ook logisch, want hun hebben hun versterkingen ook al eerder gehaald dan Ajax. Ik heb altijd weer heel veel zin in de Eredivisie. Ik kijk er altijd heel erg naar uit, maar het kan niet anders dat dit een krankzinnig seizoen gaat worden met de aankopen die er gedaan zijn. Zowel de grote clubs als de kleine clubs. Er keren ook weer heel veel spelers terug naar de Eredivisie. Allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video dan leuk? Doe dan zeker even de blauwe duimpje omhoog. Abonneer gelijk dan even hier beneden. Zet gelijk even een belletje aan, zodat je niks mist van de volgende video's die online komen. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video. Laters.